En hallo mensen, tof jullie kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag in een potje Team Deathmatch met mijn awesome mooie Clash. Hou even goed hier in je beeld met de FFIer. We gaan hem even uitleggen, jullie zien hem zo nog een keer in je beeld. Ik ben hier vandaag met de enige echte Jarmo. Van Dit Is Pas Game, jullie kennen Jarmo allemaal vast wel. Shoutout van Jarmo, hartstikke mooi. Wat gaan we vandaag doen? Dat is heel simpel. We gaan met z'n tweeën met de FFIer spelen met dezelfde Clash, met dezelfde Specialist, met hetzelfde pakje, met dezelfde shit aan. Gewoon compleet score streaks, verzinnen dan maar mooi erbij. Alleen controller instellen zullen misschien anders zijn, maar dat klopt. Oké. Okay. Wat we hebben als Clash is als volgt. We hebben een heel mooie FFIR met de BOA. De al wel bekende, ik ga erbij pakken. De Fast Max, Rapid Fire, Stock en Extended Max op het mooie mapje Nuketown. Dus wat we gaan doen, we gaan een mooie score daar proberen mee meer te zetten. Omdat jullie gezien hebben dat ik die vorige week natuurlijk gehaald heb. Jeetje. Oh, tering. Ik schrok me echt dood, man. Dus, maar dit is mijn eerste potje van de dag, hè? Ja, precies. Mijn ook. Dus don't blame me. Er staat op boven. Niet campen jij, Downy. Oh, vieze camper. Ik had er eentje, maar die staat er nog eentje met zijn kutbres die daar te wachten op mij. Oh, ik weet niet hoe die gasten. Nou, ze staan allemaal te campen, man. Ik ga 1 op 3 met stuk. Tering. Het is erg nog dat ze voor staan ook. Hoorde ik hier mensen? Nee, het valt mij. Oh nee, ze zijn allemaal hier in het huisje, man. Dat is wel nice dat je HX die zou halen, of die we niet aan hebben staan trouwens. Dan zou je ze in één kunnen slopen. Jongen, allemaal met pressies. Ik vind het echt loopt rond. Fuck you, hard gerekt. Ik heb een bressie opgepakt, toch? Hey jongen, ik kom aan. Koop internet. Oh mijn god. Koop fucking internet. Ik spreek er misschien fucking hard, maar koop fucking internet. Zo. Als je niet aan een bepaald soort internet kan voldoen, speel deze game dan ook gewoon niet. Inderdaad. Killsteal? Nee. Oh, bovenin. 3 man. Wat een vieze killsteal. Nee. Dikke turn heet dat. Direct heet dat. Ik ben nog 5 bressie. Ik vertrouw helemaal niemand. Kom er eentje binnen. We hebben hem. Ik kan gecamp. De camp van jullie kan ik zien. Oeh. Zo. Oh shit. Hey, ik heb een capcage. Lekker. En een UAV. Shit, ik heb natuurlijk ook een fast hands. Ik dacht dat alles reageert zo snel. Jongen, ik krijg gewoon raps. Grapje, ik heb rolling. Oeh. Jongen, let op deze. Oh, dankjewel. Hellstorm binnen. Alsjeblieft, Rodney, jongen. 1 kill. Ik ben trots op. Ik heb wel echt 1 hele kill. Zo, wat gerekt ben je. Alsjeblieft. Tering! Oh, ik had je niet gezien. Tering, hij verneukte mijn mooie score. De vieze camper. Dat gaat lekker, Rodney. Nee, ah, niet verkeerd, niet verkeerd. Zo. Eén fucking cut kill. Ik heb reps! Je zei het net. Ik valde hem. Je zei het net nog. Je zei het net nog. Wow, niet per se dat ik die. Ik haal ook echt nooit reps, hè. Oh, je bent hard gerekt. Ik was het helaas ingerekt hier. Zo. Ik heb het nooit aanstaan. Ik was eigenlijk gewoon voor de grap en ik wilde zonder geluid, et cetera. Zo. Hun zijn slecht, man. Tering. Tering. Oh, kut. Ik was aan het kloten. Ik heb weer een care package. Ik heb ook care package. We stonden toch wel 3 of 4 bij elkaar en dat maakte gewoon helemaal niks uit. We gaan wel hard zo, zeg. Zo. Ik heb een helsorm, alleen ik kan hem nu. Ja, nu kan ik hem wat gebeuren. Counter UAV, nou daar doen we het voor, jongens. Mijn kills!
Oh, dit gaat, dit is ziek. Dit is echt nice. Zo, dat was echt Ronnie, kijk hoeveel kills je reps hebben gemaakt, ouwe. Nice. Ziek. Kom met focusje aan. Kom nee, focus op... Oh, Ronnie, mijn lightning strike. Pak hem. Wordt dat gewerkt? Laat maar, ik heb hem al, laat maar. Oh, ik had hem echt net op dat moment. Netjes, Rodney. Netjes. Hoe bedoel je sprayen? Zo, ik heb echt al mijn scores. Ik moet echt alles in één keer inroepen nu. Oké. Okay. Had ik het nog wel gebruiken? Ik heb weer een kijk dit dan. Zo, die ook nog erbij. Het 6D. Ik camp is zo hard. Is dit één party of zo? Ah shit, potjes afgelopen. Ik heb net mijn camper niet zien. Ik wil nog wel zien wat er is. Nee, ik heb het niet kunnen zien. Nee, dit potje. Dit potje, holy shit. Gelukkig gaan we nog een potje. Dit ging te snel. Kijk mijn kloten. Rodney, echt, als je hem 1 seconde later had gedaan, had ik nog kunnen zien wat in mijn camp. Ja, maar ik wil heel graag die killcam pakken, man. Shit, dit dat was snap echt... ik. Dit was één nice potje. Kijk, daar staan we allebei. Kijk, toch eerst, hè. Check deze. Dedication. Hey, ik doe mijn pijltje naar rechts houden, want dan hebben we gewoon lekker dezelfde. Hier. Jongen, champ, alles. Oh, wow. Ik had niet verwacht... dat ik eerste zou worden. Maar ja, je zei het, hè? Ja, raps. Ah, toch niet. En ik over mijn care package en raps. Ja. Shit. Ik zei... Maar ze waren ook echt... Ze waren echt ziek hard aan het campen. Holy shit. Mm-hmm. Holy shit. Als we nu HXD aan hadden staan... Damn. Weet je wat we doen? We doen sowieso nog een potje. Maar wat we kunnen doen. Wat we even gaan doen ook. Zodat als er geen mensen lieven... Dan zetten we HXD in, want dan kunnen we zo makkelijk al onze scorestreaks pakken. Dan kunnen we ze zo hard killen. Maar aan de andere kant, een Hellstorm haal je op deze manier ook heel makkelijk. Prima, ja, ik had die Hellstorm ook al. Ja, ik had de Hellstorm al. Ik heb hem 2 keer gehaald. Ik haal mijn scorestreaks niet vaak, niet snel, alles achter elkaar. Nou, 5 kills met scorestreak, dat is prima gelukt. Dus dat ik is doe het mijn care package weg en dan zet ik mijn HXD aan. Nee, care package niet weghalen, man. Ik helemaal niet. Oh, dus kijk, ze zijn allemaal geliefd. Dus, wat? Oké. Okay. In ieder geval, nog even voor de duidelijkheid dat jullie het allemaal konden zien. Dit is hoe de clash eruit zag. Dus de Boa, Fast Max, Rapid Fire, Extended Max, Stock. En ik was dit helemaal vergeten. Maar Six Sense, daar heb je, dat doe ik echt heel veel mee. En Scavenger, want anders ben je er zo doorheen. Met een mooi Underworld of Underworld camotje. En we zijn met weinig man. Met z'n allen weer lekker opnieuw kan klikken. En dit wat we aan hadden. En dit werkt perfect. Ik zeg je, als ik de talen had gehad, dan had het ook gewoon gered. Maar de raps die zou ik nooit uit mezelf halen. Ja, ik zet in plaats van Hellstorm zet ik wat talen aan. Zo, en we zijn weer dan in een tweede potje. We zijn hier nog even lekker tweede potje. Weer op onze al wel vertrouwde Nuketown van het vorige potje. Team Deathmatch tegen andere mensen. Jarma heeft andere mooie clash erbij gepakt. Dus dat zien komen we al in een playing game van iemand die best wel heel hard lagt, hè. Maar we gaan er proberen weer wat moois van te maken. Ik zie hier iemand hard campen. Wow, daar zoveel range heb ik dan net niet. Nee. Oh, pas op, ze campen vies hard. Tering. Trouwens, ik heb nog steeds gewoon de FFA Airclass. Ik heb alleen al mijn specialist. Ja, had ik al gezien. Oh, ik moet even mijn sensitivity hoog zetten, man. Even op tering. Ik ga niet campen. Tering. Dan hebben ze nog lag ook, hè? Dat is dan nog het ergste. Wat? Ik zag je dus. Oh, oké. Jij bent echt vies. Oh jongen, jullie campen zo hard. Echt waar, een nieuwe definitie van campen hebben jullie ontwikkeld. Echt, serieus, holy shit. Jongens, dit is je campen. Oh, je bent hard geraakt. Oh, ik moest herladen. Dat was niet... Oh, ik hoefde helemaal niet te herladen trouwens. Jawel, ik ga maar even herladen wel. Tering. Jongens, ik kom overal vandaan. Ik ga 2 om fucking 8. Ik ga 2 om 3 om fucking 5. Hellstorm, die komt sowieso op mijn kop. Ja, ik zie hem. Nee! Oh, ik heb net ontweken. En dan ga ik dood. Zit hier eentje.
Niet? Wel? Wel. Mijn Sixth Sense maakt me duizelig. Sixth Sense maakt me duizelig. Jongen, die FFAR is zo fucking slecht. Tering. Campen echt serieus. Jullie hebben camp echt naar een nieuw fucking niveau getild. Wat? Heb jij nog een killcam gezien waarbij ze of helemaal niet inzoomen en in een hoekje wachten of alleen maar ingezoomd lopen? Ja, ik heb de killcam zo, maar ik weet wel waar ze zitten en ik weet wat ze aan het doen, man. Jongen! Ik vraag me serieus af, diegene die mij net killde, hoe kan je zo fucking veel range hebben en hem recht houden met fucking camp niet zo. Hoe kan je zo fucking veel range hebben en recht schieten met een fucking kuda? Dikke PNP! Dikke PNP, jongens! Oh, dikke PNP! Fuck joh, je was niet opletten, want je team is namelijk echt een harde camper. Oh jongens. Dit is echt niet leuk. Zo komt iemand naar boven, Rodney, achter je. Wat? Ik heb hem. Rennen hebben ze ook niet van gehoord, hè? Dat kunnen ze niet. Rennen, dat klinkt als iets doen. Oh, ga jij maar eerst. Dankjewel, Rodney. Team, ik kan op achter je, bro. Dankjewel. Die Sixth Sense maakt me helemaal gek. Zo hard gerekt ben jij. Oh nee. Oh, door de muur, get rekt. Je gaat toch beter en ik kijk dan. Oh, ze campen hem zo hard. Oh, hij achter de... Oh, ik heb achter een rode auto gespeeld. Als ik nu... Als dit een potje was geweest waarin ik mijn sniper kon gebruiken. Ik zag je... Oh, kom op nou. Het is voor de objective is er, maar ik had ze echt hard gerekt met een ander wapen. Ik hou helemaal niet van terugkijken. Zo, je bent hard gerekt. Nee. Dat je het even weet. Oh, ik heb iemand vies op door de muur, ouwe. Onder ons teammate. Dankjewel, ik heb een hellstorm. Mijn kill! Dankjewel. Ik had een hellstorm kill, nice. Ik heb een capcase, nou zo. Nee, ik zat er midden in de map neer. Wat ben ik een pannenkoek. Kutzooi! Ah, gaat hij zitten campen? Terwijl hij weet dat ik mijn combat focus aan heb staan. Klootzak. Yes, jongens, ik heb een HCXD! Oh, vies hard geturpt, ouwe jij. Daar doen we het voor. Ja? Hé, hey, dat is niet eens mijn HCXD, hè? Je hoort het? Friendly HCXD, dit ooit. Weet je, als er ergens, ik hoor dat dan een friendly HCXD. En toch schrik ik zelf als ik een HCXD hoor. Tering. Ja, dat vind ik ook. Dat is raar. Ja, jij zit in je HCXD, want die HCXD rijdt niet vanzelf uiteraard. Maar... Oh, ze zitten met z'n allen op één plek. Met z'n fucking cut dingo. Ik heb mijn HCXD nog niet opgepopt hoor, ik heb nog steeds staan. Dankjewel, teammate. Ik vertrouw er helemaal niks meer van. HCXD inbound. Zo, what the fuck doet mijn HCXD? Oh, jammer! Oh, ik hielp je dan wel. Au, bovenin, Ronnie, bovenin, P-man. Ik camp niet hoor. Dit is gewoon precies wat jullie verdienen. Ik camp ook niet. Oh. Jongen, ik had al mijn streaks. Zo, ik was er zo zat, hè. Ik was er zo zat. Ik had al mijn streaks. Lekker. Ja, kijk dit mooi. Oh, dat was jij. Ik zag dat wapen, ik dacht, dat ben ik. Ja. Hier, kijk hoe scheef ik was. Bam! Er stond nog iemand naast. Ja, we hadden dezelfde al gezien. Als je dezelfde class hebt precies, dan heb ik zoiets van AI, daar ben ik. Nee, toch niet. Nog net niet, weet je. Hartstikke mooi. Ik kijk deze gesture. Woehoe! Hoe doe je dat eigenlijk? Want bij het spelpoppetje wil je altijd lekker stilstaan. Gewoon op de knopjes drukken. Oh, serieus? Ja, ik kom hier pas met na 10 maanden achter of zo, weet ik veel. Oké, okay. In ieder geval, als jullie van deze video genoten hebben, doe dan alvast even een blauw duimpje. Vergeet niet te abonneren en te reageren op mijn kanaal hier beneden in de beschrijving, want dat zou ik hartstikke tof vinden. Abonneer ook zeker even op Jarmo, dit is pas gamen. De enige echte, want er zijn geen neppers van over het algemeen. Dus,
zowel als dat gezegd hebben. Wil opgaan, dat wil ik jullie nog vragen. Welk wapen moeten we hierna doen? Welk wapen, van wat DLC-wapen betreft, moeten we vier opmaken? Het hoeft niet per se een DLC-wapen te zijn. Misschien zeg je wel, ga lekker met lekker potje alleen maar met de Cuda. Of alleen maar met de K44 of met de XR2. Of verzin maar wat leuks. Welk wapen SVG 100. Ook een optie, altijd nog. In ieder geval, als jullie dat leuk vinden, doen we een blauw duimpje en laat het even achter in de reacties. En dan kijk, we kunnen zelf nog, en dat is gewoon completely random, maar ik zie het in mijn scherm voorbij komen, dat we één mooie supply drop kunnen openen. En wat krijgen wij? Een mooi dingetje en nog een mooi pakje. We krijgen gewoon drie fucking pakjes, jongens, hier doen we dit voor. En ze zijn er eigenlijk nog best wel nice. Ze zien er wel nice uit. In ieder geval, zo gezegd hebben, iedereen hartstikke bedankt voor het kijken. Sterk, laters, dag en doei.